Groep 8. Jullie maken vandaag ook een taalles. En dat is vandaag de taalles van thema 5, week 1, les 4. En in deze les staat taalverkennen centraal en het ontleden van zinnen. Dus we gaan een aantal dingetjes even herhalen, zodat jullie zo meteen de les goed kunnen maken. Wat ga je leren? Je leert hoe je het onderwerp en het werkwoordelijk gezegde in een zin kunt vinden. En in het gezegde kun je de persoonsvorm van andere werkwoorden onderscheiden. Dit is niet nieuw, het is een herhaling, maar het blijft altijd een beetje lastig. Dus ik ga toch een aantal dingetjes even met jullie doornemen. Wat moet je ook alweer weten? Alle werkwoorden die in een zin staan, vormen samen het werkwoordelijk gezegde. Je ziet het hier staan. Dus belangrijk bij die uitleg is dat het echt om alle werkwoorden gaat die in een zin staan. Eén van die werkwoorden is de persoonsvorm. Nou, de persoonsvorm die vind je, en als het goed is weet je dat nog, de persoonsvorm kun je op twee verschillende manieren vinden. Je kunt de zin vragend maken, oh, of je kunt de zin. Oh, kijk, dat past niet. Of je. De zin in een andere tijd zetten. Is leuk, hè? Want dit soort dingen gaan op het digibord ook altijd verkeerd als ik in één keer iets probeer te typen. Dus nou ja, dan weet je dat. De persoonsvorm, je kunt de zin vragend maken of je kunt de zin in een andere tijd zetten. Dat oefenen we zo. Het werkwoordelijk gezegde zegt eigenlijk wat er in een zin gebeurt, gedaan wordt of is of wordt gedaan. En het onderwerp vind je door te vragen wie of wat is het gezegde. Hieronder zie je ook voorbeelden staan. De takken zwiepen in de wind. Wie of wat zwiepen in de wind? De takken. Dat is het onderwerp. Alle werkwoorden in de zin in dit geval is het er maar één. Zwiepen is het werkwoordelijk gezegde en dus ook gelijk de persoonsvorm. Want als we de zin vragend maken, dan krijgen we zwiepen de takken in de wind. Zwiepen komt vooraan in de zin te staan en dan weet je, hé, dat is de persoonsvorm. Wil je vanwege de storm blijven slapen? Zin 2. Wie of wat wil blijven slapen? Want dat zijn alle werkwoorden in de zin. Je is dan het onderwerp. Vanwege de storm is een bepaling. Gaan we nu niks mee doen. Dus we hebben alleen wil blijven slapen en je. Maar wat is dan de persoonsvorm? Is al een vraagzin. Wil staat vooraan de zin. Dus dan weet je, oké, wil is de persoonsvorm. Dus van die drie werkwoorden is wil de persoonsvorm. De laatste zin. Via de televisie probeerde de weerman iedereen te waarschuwen. Als je eerst eens gaat kijken naar alle werkwoorden, dan zie je probeerde en waarschuwen. En het woordje te mag er dan bij. Dus het werkwoordelijk gezegde is probeerde te waarschuwen. Wie of wat probeerde te waarschuwen? De weerman, het onderwerp. En probeerde is al dik gedrukt, want als je er een vraagzin van zou maken, probeerde de weerman iedereen te waarschuwen, dan is dat dus de persoonsvorm. Je kunt de zin ook in een andere tijd zetten, namelijk, dit is een zin die in de verleden tijd staat. Je kunt hem ook in de tegenwoordige tijd zetten. Dan krijg je via de televisie, probeert de weerman iedereen te waarschuwen en dan weet je, hé, dat is het werkwoord dat verandert. Dat is dus de persoonsvorm. We doen er nog even twee samen. De kip en haar kuikens lagen te schuilen voor de aanstormende windhoos. Laten we eerst eens even kijken wat alle werkwoorden zijn in deze zin. De kip en haar kuikens. Nou, lagen, hè, dat is in ieder geval een werkwoord. En schuilen. En net als bij die voorbeeldzin van net mag je het woordje te er dan bij pakken. Dus het werkwoordelijk gezegde. Die was net ook blauw, die maken we nu ook blauw, is lagen te schuilen. Nou, dan kunnen we op zoek gaan naar het onderwerp, want wie of wat lagen te schuilen? Hé, daar krijgen we antwoord op, namelijk de kip en haar kuikens. Dat is dus het onderwerp. Maar wat is dan de persoonsvorm? Dat is het woord wat we kunnen vinden als we de zin vragend maken. Lagen de kip en haar kuikens te schuilen voor de aanstormende windhoos? Hoor je al gelijk. Lagen.
Die komt vooraan in de zin te staan. Dus dat is de persoonsvorm. Nou, doen we er nog eentje. De wind werd steeds krachtiger. Welke werkwoorden zie je in die zin staan? Dat is er maar eentje. En dat is werd van worden, hè? Werkwoorden zijn toewoorden, jongens. Wie of wat werd? Nou, in dit geval de wind. Dus de wind is het onderwerp. En als je maar één werkwoord in de zin hebt staan en dat het werkwoordelijk gezegd is, dan hou je dus maar één werkwoord over. Dat is tegelijkertijd de persoonsvorm. Want als je de zin in een andere tijd zet, dan krijg je de wind wordt steeds krachtiger. Of maak er een vraagzin van, werd de wind steeds krachtiger? Dit is waar je deze les mee gaat oefenen. En eerst proberen ga je zelf maken en opdracht 1 en opdracht 2. Bij eerst proberen ga je het onderwerp en het gezegde opschrijven en onderstreep je daarna de persoonsvorm, zoals ik daarnet ook heb gedaan. Voorbeeld, jaren geleden werd Indonesië getroffen door een tsunami. Eerst op zoek naar de werkwoorden, werd en getroffen, dat is het werkwoordelijk gezegde. Wie of wat werd getroffen? Indonesië. Nou, dan schrijf je op, Indonesië werd getroffen en de persoonsvorm is werd, want je kunt het veranderen in tijd. Jaren geleden wordt, dat is een beetje gek, maar het kan wel. En werd Indonesië jaren geleden getroffen door een tsunami, dan komt het woord vooraan in de zin en dan weet je dat is de persoonsvorm. Die ga je afmaken. Dus de enige zinnen die je daarvoor nog opschrijven zijn zin 2 en zin 3. Dan maak je opdracht 1. Daar ga je het onderwerp en de persoonsvorm opschrijven. Dus hier hoef je niet het hele gezegde op te schrijven. Je schrijft alleen het onderwerp en de persoonsvorm op. Zien jullie dat? Onderwerp en de persoonsvorm. Van al die zinnen. Je hebt het voorbeeld al gekregen. Soms staat er een regenboog aan de hemel. Welke werkwoorden zie je staan? Staat. Wie of wat staat? Een regenboog. Okay. 2. Je hebt er vast wel eens eentje gezien. Welke werkwoorden? En daar wordt het tricky, want het werkwoordelijk gezegde in die zin heeft meerdere werkwoorden. Maar je gaat dus op zoek naar de persoonsvorm. Dus het werkwoord wat vooraan de zin komt als je er een vraagzin van maakt. Of wat je in tijd kunt veranderen. Opdracht 2. Ga je het onderwerp en het gezegde wel opschrijven en de persoonsvorm onderstrepen. Dus dat doe je het weer net zoals ik in het voorbeeld liet zien. Opdracht 3 mag je overslaan. In mijn ogen maakt opdracht 3 het onnodig ingewikkeld. En ik kan op afstand niet genoeg uitleg geven. Dus je gaat oefenen met eerst proberen. Opdracht 1 en opdracht 2. En aan het eind van de dag komen de antwoorden jullie kant op. Mocht je vragen hebben, kun je me bellen straks natuurlijk, maar volgens mij gaat dit goed komen. Heel veel succes!